Jerome D'Ambrosio en Luis Sera zullen het zilver van Mercedes inruilen voor het Ferrari rood. De twee topmannen maken in oktober de overstap naar Maranello, zo meldt het team van Ferrari. D'Ambrosio was sinds vorig jaar de Driver Development Director van Mercedes. Hij werd tijdens de zomerstop van 2023 als de vaste vervangende teambaas aangewezen. En dat was tijdens de Grand Prix van Japan in 2023 nodig, toen Toto Wolff onder het mes moest. Luis Sera ging na de terugtrekking van BMW vanaf 2010 aan de slag bij Mercedes, waar hij 9 jaar later de promotie kreeg tot directeur Performance. Ferrari heeft aangekondigd dat Sera en D'Ambrosio Mercedes zullen verlaten en vanaf 1 oktober werkzaam zullen zijn bij de Scuderia. D'Ambrosio wordt verantwoordelijk voor de Ferrari Driver Academy en zal wederom de vaste vervanger zijn van de teambaas, maar ditmaal onder Frederic Vasseur. Sera zou aan de slag gaan naast Enrico Cardile als hoofd van de Chassis Performance Engineering. Sera en D'Ambrosio zijn natuurlijk niet de enigen die Mercedes inruilen voor Ferrari. Lewis Hamilton nam afgelopen winter de beslissing om zijn handtekening te zetten bij Ferrari voor een zitje naast Charles Leclerc vanaf 2025. En Oliver Bearman, die in Saoedi-Arabië nog Carlos Sainz verving bij Ferrari, mag komend weekend tijdens de eerste vrije training in Imola achter het stuur van de Haas van Kevin Magnussen kruipen. De 19-jarige Formule 2-coureur zou een mogelijke opvolger kunnen worden van de naar Audi vertrekkende Nico Hülkenberg. In gesprek met Crash.net vertelt Haas-teambaas Ayao Komatsu dat hij graag het talent in actie wil zien tijdens de eerste vrije training. Maar hij stelt ook dat duidelijk moet zijn dat Bearman moet blijven presteren in de Formule 2. Bearman staat op dit moment op de 19e plek in het F2-kampioenschap, maar heeft tijdens het weekend in Jeddah niet gereden tijdens een sprint en hoofdrace. Op dat moment moest hij namelijk invallen voor Carlos Sainz. Volgens Viaplay-CEO Roger Lodewijk kan een toekomstige samenwerking met Grand Prix Radio, het station waar Olaf Mol nog altijd commentaar geeft, nooit worden uitgesloten. De CEO legt in de podcast F1 aan tafel uit dat er op dit moment wordt nagedacht over de radiorechten en dat een toekomstige samenwerking nooit kan worden uitgesloten. Vanaf 2022 is Viaplay de uitzendgemachtigde in Nederland. Het eerste jaar had Grand Prix Radio nog de Nederlandse radiorechten in handen, maar daar kwam begin 2023 een eind aan. Het station is daarom naar België uitgeweken en op die manier kan het geluid van Mol, maar ook Jack Ploy, nog steeds onder de beelden worden gezet. De radiorechten zijn momenteel in handen van Viaplay, maar buiten een samenwerking met DPG Media wordt hier niet tot nauwelijks gebruik van gemaakt. In de podcast legt Lodewijk uit dat dit in de toekomst moet gaan veranderen. Een samenwerking met Grand Prix Radio behoort ook tot de mogelijkheden. Nederland is zo klein dat je met iedereen moet durven samenwerken. We weten sinds 2-3 weken dat we de rechten hebben voor de komende tijd. Nu kunnen we rustig kijken wat we gaan doen. Het Scandinavische bedrijf heeft zich verzekerd van de beeldrechten tot en met 2029 en op dit moment bekijkt de streamingdienst de beste mogelijkheden om dit te exploiteren. Daarin wordt een samenwerking niet uitgesloten. Ik spreek Alexander best vaak en sinds het begin al. Samenwerken, daar moet je nooit nee tegen zeggen. Hoe dat eruit gaat zien, dat kunnen we nu gaan bekijken. Niks is uitgesloten. Dat is wel belangrijk om te zeggen. Tot 3 weken geleden wisten we niet hoe onze toekomst eruit zag, dus je hebt wel ideeën. Aldus Lodewijk. Over hoe dat eruit moet gaan zien en wanneer dit gaat starten en of dit überhaupt met Grand Prix Radio zal zijn, dat is volgens de CEO nog te vroeg om te zeggen. Hij bekijkt simpelweg alle opties. Ja, wat vind jij van het idee dat Viaplay mogelijk wil gaan samenwerken met Olaf Mol? Laat het vooral even weten in de reacties hieronder en als je daar dan toch bent, doe dan ook even dat duimpje omhoog en dan zeg ik vanaf hier, tot de volgende!